Dag dames en heren, vanuit de gasvrije woonkamer van het hotel Royal Torarica heet ik u van harte welkom bij deze uitzending. Normaal gesproken, u weet het, Suriname een warm land waarbij je vooral veel buiten zit. Maar het is regentijd in Suriname, vandaar dat we dus in die warme huiskamer zitten. Dat maakt de verhalen er niet minder spannend om, want aan mijn tafel drie bijzondere mensen. Roxanne Stienstra, Amsterdamse. Had alles in Amsterdam en besloot er toch om naar Suriname te komen. We willen daar alles van weten, waarom. De minister van Buitenlandse Zaken van Suriname. Ik vraag me af of hij genoeg ruimte heeft in zijn land voor al die mensen die uit Amsterdam en andere delen van de wereld naar Suriname willen komen wonen. En Daphne Bruyne, die kwam eigenlijk naar Suriname om 1 jaar te wonen, maar het heeft 11 jaar geduurd. Daphne, hoezo? Omdat ik het naar mijn zin heb. Vertel, je besloot eigenlijk om voor een jaar naar Suriname te komen, terwijl je het land niet eens kende. Ja. Waarom wilde je naar Suriname komen? Omdat ik het, ik had eerder in Spanje gewoond en gewerkt. En ik vond het leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan. En hoe wist je van Suriname? Omdat ik bij Vertigo in Amsterdam werkte, samen met een Surinaamse kok, die hier nu toevallig ook weer woont. En hij vertelde altijd van als je nog een keer weg wil gaan voor een jaar, moet je naar Suriname gaan. Goh. Dus zo kwam ik hier terug. Maar dan zit je in je huis in Amsterdam en dan denk je, oké, mijn volgende bestemming wordt Suriname. Maar ik ken het land niet. Ja. En je besloot dan niet op vakantie te komen, maar je besloot er maar meteen voor een jaar te komen wonen. Ik ben wel eerst een weekje gekomen. Ik ging voor het Wagenbouw werken, dus ik wou eerst de locatie zien. Wagenbouw is een horecagelegenheid in Paramaribo? Ja, het is een heel bekend gebouw op de waterkant, waar Anton de Kom op het balkon stond, de combinees van Suriname. Ja. En ik kwam voor een weekje om te kijken wat het moest worden, en met de toenmalige eigenaar. En hij had een discotheek en het moest een Grand Café worden. En dat mocht jij gaan doen? Dat ging ik doen met mijn toenmalig partner, ja. Goh, interessant. Ja. Minister, heeft u wel eens nagedacht om te verhuizen naar het buitenland? Nee. Niet? Ik voel me zo prettig thuis. Dus Suriname is mijn huis. Ja. Dus niet erover nagedacht om te verlaten. Nee, maar u heeft nu wel heel veel mensen die in uw land willen komen wonen. Heeft u plek voor die mensen? Nou, natuurlijk fysiek waarschijnlijk nog niet voldoende, maar de behoefte om een heleboel mensen hier te hebben, dat is aanwezig en dat is onderdeel van wat we aan het doen zijn. Als Suriname, waar het ministerie van Buitenlandse Zaken een voortrekkersrol in moet vervullen. Ik heb aan het begin van dit programma een beetje gedacht, zal ik nou zeggen minister Lakin of zal ik zeggen minister Jonne? Zo noemen mensen me ook. De mensen die me goed kennen, die zeggen dat. Maar hoe komt u aan die bijnaam? Nou, ik heb begrepen. Ik had als kleine jongen mijn haar op hele late leeftijd geknipt. Dus ik geloof dat ik 5, 6 jaar pas werd mijn haar geknipt. Dus ik had vlechtjes. En iemand zou me gevraagd hebben, maar ja, wat ben je nou? Ben je een jongen of een meisje? En ik zou met een verkeerde uitspraak zeggen, ik ben een jonne. En dat is toen gebleven. Dus een jongen en een meisje is in Jorden. Ja, ik kan me nog herinneren, ik was met de president in New York, de algemene vergadering. Daarna waren we met Surinamers in de diaspora bezig op een feestje. En de president presenteerde mij als ze zijn de minister, met zijn Lakin delegatie verantwoordelijk enzovoort. En achterop in de zaal hoorde ik plotseling mensen gillen. Wat voor Winston Lakin? Die man is minister Jonne van Wageningen. Dus dat waren vrienden van Wageningen die me al zodanig kennen. Dus mijn roepnaam is Jonne. Ja. Ja. Vindt u dat fijn? Ja, ik vind het goed. Ik zie Roxanne Stienstra knikken. Jij woont ook inmiddels, zeg ik dat goed, 7 jaar in Suriname? Ja, ik heb 3 jaar getraveld. En de laatste 3, 4 jaar ben ik gewoon permanent in Suriname. Ja. Jij bent, ik weet dat jij in een fantastisch huis woont in Amsterdam. In een hele leuke buurt. Een enorm goede baan had als beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam op het gebied van sport en recreatie. Klopt. En dan denk je, nou, dan kom je toch helemaal niets tekort. Waarom wil je dan verhuizen? Nou, ik vond het een ontzettende eer toen ik gevraagd werd om gedetacheerd te worden naar Suriname. Omdat er een MOU, een overeenkomst was tussen Nederland en Suriname op het gebied van sport. Ze zochten iemand en ze hebben mij gevraagd, dus ik heb meteen gezegd ja. Toen kwam je 3 jaar werken voor de baan? Toen heb ik 3 jaar hier gewerkt.
En na die 3 jaar ben ik teruggegaan naar de gemeente Amsterdam. De gemeente die zat waarschijnlijk niet op mij te wachten. Er was een, dat is nog zo, er was een crisis. En ik was, ja, er was geen werk voor mij. De reorganisatie van de gemeente Amsterdam. Ja, dat boventallig zijn. En toen dacht ik, nou ja, goed, als jullie me niet nodig hebben, dan ga ik weer terug. En dat heb ik gedaan. Nou, en toen kom je hier, toen ben je meteen gaan vestigen. Hoe makkelijk ging dat? Had je, je kinderen wonen nog in Amsterdam? Ja, mijn kinderen wonen in Amsterdam. Maar die zijn daar geboren en getogen, Amsterdammers. Ze kennen het land wel, want vanaf baby komen. We kwamen elk jaar. Dus ik heb Suriname echt nooit losgelaten. Ik bedoel, ik ben er op mijn 19e naar Nederland gegaan om te studeren. En ik was er elk jaar. Soms 2 keer in het jaar. Dus ik heb ook alle facetten van Suriname van dichtbij kunnen meemaken. Nou, dus voor jou is het een soort thuis. Voor mij is gewoon een thuis. Ja. Ja. Minister, Suriname wil namelijk veel meer mensen uit het buitenland halen. Met name ook mensen die een Surinaamse achtergrond hebben. Daarvoor hebben jullie ingevoerd de PSA-wet. Dat is de wet die het mogelijk maakt dat mensen met een Surinaamse achtergrond die in het buitenland wonen, makkelijker naar Suriname kunnen komen. Maar dan horen we bijvoorbeeld, dan leeft toch een bepaald verwachtingspatroon. Is Suriname klaar voor al die mensen? Nou, er is natuurlijk nog een heleboel dat gedaan moet worden. Maar wat belangrijk is, we beseffen dat we met de kleinschalige bevolking die we hebben en de grote doelen die we ons voorgenomen hebben, onder andere wanneer het gaat om een beter en intensiever en integraal deel te zijn van Zuid-Amerika, in de zin van business, van handel, van toerisme, van connectivity, is het nodig dat we meer uitvoeringscapaciteit hebben, meer mensen hebben. Daar gaat het in. Ja, dus eigenlijk zoekt u veel meer mensen die komen om Suriname naar een hoger niveau te tillen. Is dat wat u zegt? Ja, te helpen uitvoeren het werk dat we reeds begonnen zijn, om versneld onze doelen te kunnen realiseren. Ja. Daphne, heb jij nog familie in Amsterdam, in Nederland? Ja, heel veel. En jij woont hier allemaal? Ja. Ben jij de enige hier? Ja. En ga je wel eens vaker terug op vakantie? Ja. Ja, ik ga elk jaar probeer ik terug te gaan. Ja. Ja. Maar je bent ook hier eigenaar van een aantal horecazaken? Van één. Van één op dit moment? Ja. Daarnaast heb jij je ontzettend hard gemaakt voor de komst van een kindermuseum in Suriname. Klopt, ja. Het eerste kindermuseum hier. Ja. Waarom? Omdat ik... Suriname heeft op dit moment, geloof ik... Dat kunt u me beter antwoord op geven. 60% is jeugd van de bevolking. Kijk, 67%. Ja. En ik miste dat heel erg. Ik heb in Nederland echt een blauwe maandag bij Nemo mee mogen lopen. Dat is een kindermuseum. En het mooie aan Suriname is dat je hier... je hebt weinig, maar je kan ook daardoor heel veel doen. En ik ben echt een horecamens. Maar ik had op een gegeven moment een plannetje geschreven over eigenlijk een cultuurbus die eigenlijk naar de districten zou gaan rijden. En dat is heel erg groot geworden en uitgegroeid tot een kindermuseum. Mede dankzij Mirjam Marts, dat is degene met wie ik het op heb gericht. Zij is kinderdocumentairemaakster. Mm-hmm. En ik was echt, kwam uit het bedrijfsleven, ondernemend. Dus dat was een hele goede combinatie. Nou, dat museum, wat konden kinderen of wat kunnen daar kinderen daar beleven? Het zijn interactieve tentoonstellingen over diverse culturen. Dus we hebben nu de tentoonstelling over Ghana, Ashanti-cultuur, zijn we mee begonnen in 2009. Daarna hebben we de Ster in de Stad gedaan over Mumbai, Bombay. En nu staat China, de Chi van China staat nu. En er zijn inmiddels al meer dan 50.000 kinderen geweest. Maar wat moeten, want dit is voornamelijk voor Surinaamse kinderen, hè? Het is alleen voor Surinaamse kinderen. Oké, en die moeten dan connecten met kinderen uit het buitenland, is dat wat het is? Nee, je neemt kinderen mee op reis naar een andere cultuur. Dus ze leren spelenderwijs iets van een andere cultuur. Ze krijgen, elk kind in Suriname, elk schoolkind krijgt een lespakket met daarin een film gemaakt door Mirjam Marks, een kinderdocumentaire. Ze krijgen een lespakket waar de leerkrachten kunnen behandelen met allerlei lessen erin. En dat gaat tot ver in het binnenland. Dus echt elke school krijgt dat pakket. En dan voor de rest kunnen ze naar Kindermuseum Villa Sapacara toekomen. En dan krijgen ze een tour van een uur. En daarmee worden ze op reis genomen door de medewerkers. En de medewerkers spelen dus ook daadwerkelijk alsof ze
Of Indiërs zijn, of Ghanese. Of... Dus het is heel erg leuk. Ja. Zie Roxanne knikken. Jij houdt je ook bezig met sport en sportvorming in Suriname. Ja. Ik vind dat we wel voortgang maken in Suriname qua sport. Het mag van mij iets sneller en iets beter en iets professioneler. Maar ik denk dat Suriname wel in de gaten heeft dat sport wel echt wel degelijk nodig is. Het is ook een middel. Hè, zeker dus qua overheid is het een middel om met name jongeren op school. Ik ga echt voor school en sport. Onderwijs en sport, daar ga ik echt voor. Het is zo'n fantastisch land. Je kan buiten spelen, je kan zoveel doen met sport. En toch vind ik dat het niet voldoende is. Ik vind dat er echt meer gedaan kan worden. En vandaar ook dus dat Jaja Sport probeert om ook via de scholen dat te bewerkstelligen. Ja. Maar sport is een middel om te binden. Minister, sport u wel eens? Ja, ietsje minder. Ik probeer zoveel mogelijk. Nou, ik loop wel geregeld. Ik probeer het 3 keer per week zo vol te houden. En dat is wat ik op het ogenblik doe aan sport. Een beetje zwemmen. Heeft u daar tijd voor? Want u bent volgens mij veel op reis als minister van Buitenlandse Zaken. Ik moet tijd maken, want ik weet hoe belangrijk het is om te sporten. Omdat het gekoppeld is aan volksgezondheid. En het is onderdeel van wat we behoren te doen als Suriname. Niet altijd heeft men door dat Suriname bijvoorbeeld in CARICOM zijn wij portfoliohouder van jeugd, sport, cultuur en gender. Elk land heeft zo een portfolio en voor ons is het heel belangrijk, vooral vanwege het hoog percentage jongeren in onze bevolking zijn jeugd, sport, cultuur en gender voor ons hele belangrijke elementen. En als u op zakenreis bent, hè? Kiest u dan ook een hotel waarvan u zegt, ik ga alleen naar dat hotel omdat het daar ook de sportfaciliteit heeft? Nou, of heeft u niet... Niet per se. Soms heb je niet die ruimte om dat te doen. Maar wat ik wel doe, zoveel mogelijk. Ik heb dan onder instructies wat bewegingen geleerd die ik zou moeten doen. Die ik dan binnenkamers doe. Om ervoor te zorgen dat je toch wel zo fit mogelijk blijft. Want het zijn abnormale lange uren die je maakt. En ik besef het belang van gezond zijn om je werk zo goed mogelijk te moeten doen. Roxanne, wat ik heel belangrijk vind om aan jou te vragen, want jij hebt zelf Surinaamse roots. Ja. Er gaan altijd wel verhalen dat het niet zo goed gaat met de integratie tussen de Surinamer die uit het buitenland komt en de Surinamer die in Suriname woont. Is dat iets wat jij herkent? Ja, ik denk dat ze noemen ons de Surinets. De Surinets? Surinets, ja. Wat kunnen we doen om dat te verbeteren? Ik denk dat er gewoon meer Surinets moeten komen. Minister, moeten er meer Surinets in Nederland komen? Graag. Naar Suriname? Ja, nee, ze zijn welkom, zeker. Kijk, we wilden een instrument in handen hebben om te vergemakkelijken voor de mensen die met een Surinaamse afkomst. Omdat ze deel kunnen zijn van ontwikkelingsprocessen die wij hier aan het uitvoeren zijn. En om de overgang zo makkelijk mogelijk te laten zijn dat je ook daarna, als je bij de Kamer van Koophandel moet zijn, je verblijfssituatie hier moet vergemakkelijken, willen we zoveel mogelijk wat instrumenten in place hebben om de terugkeer van Surinamers, want we kijken in de kleur van je paspoort, voor ons blijf je Surinamer en we vinden dat ze een bijdrage kunnen leveren in wat we hier aan het doen zijn. Dus vandaar de wet PSA is eerste stap. We gaan het verder nog perfectioneren met ondersteunende wetgevingsproducten, zodat mensen een betere garantie hebben en van tevoren duidelijk weten onder welke voorwaarden kan ik terugkomen naar mijn geboorteland. En dat is de bedoeling van de PSA-wet. Maar Daphne, bij jou is het een ander verhaal, want jij bent een Bakra die in Suriname komt wonen. Ja. Nou, hoe beviel dat? Dat is de eeuwige toerist. Of eerst was ik stagiaire heel lang. Was jij ook daadwerkelijk stagiaire? Nee, nooit. Nee, want Suriname is het land waar er heel veel stagiaires komen uit Nederland en België. Ja. Oorspronkelijke Hollanders, zeg ik dan maar even zo. Ja. En die blijven er vaak wonen en die zie je ook ontzettend veel in het straatbeeld van Suriname. Ja. Dus dat is het imago wat jij had? Dat is wel het imago wat ik had, ja. Ja, en moest je dan heel veel uitleggen? Ja, maar daar hou je wel op een gegeven moment mee op. Net als dat je elke dag hoort een mooi weertje, hè? Ja. Lekker weertje, ja. Ja, je blijft voor heel veel een eeuwige toerist. Ja. Hey, Amsterdam, hè, is dat nog een plek waar jij denkt ooit nog terug te gaan om te wonen? Nou, toen ik hier net kwam wonen, zei een echte, een statige oude Surinaamse man met een hoedje, die zei, na 10 jaar ga je het missen. En daar had hij wel een beetje gelijk in. Maar
ik denk niet meer dat ik kan aarden. Ik was 24 toen ik hier kwam wonen. Dus de meeste tijd van mijn volwassen leven is in Paramaribo geweest. Jij gaat dus niet meer aarden in Amsterdam? Dat denk ik niet, nee. Waarom niet? Omdat ik hier echt volwassen ben geworden. En ik ben hier, heb ik mijn leven opgebouwd. En ik heb hier langs gewerkt. Dus ik denk dat ik me moeilijk... Mijn moeder zegt zelfs dat ik... En ik dacht al dat ze blij zou zijn als ik terug zou komen. Die zegt dat moet je niet doen. Nee. Dus ik denk jij dat wordt ik hier blijf. Jij wordt oud in Suriname. Dat denk ik wel, ja. Goh, Roxanne, ja. Jij? Nou, bij mij ligt het wel een beetje anders. Ja. Als je hier bent, dan mis je toch wel Amsterdam. Ik wil niet zeggen Nederland, echt Amsterdam. Ja. Voel jij je meer Amsterdammer? Nou, ik ken Amsterdam beter dan ik Suriname ken. En dan bedoel ik niet echt de mensen, ja, de mensen eigenlijk ook wel, maar gewoon de stad. En gewoon Amsterdam zelf. Je kent alle hoeken en gaten van de stad. Ik voel me echt daar thuis, maar ik voel me ook hier thuis. Dit is gewoon mijn moederland. Ik ben hier geboren en getogen. Ik spreek de taal, ik ken de cultuur. Ik ben geen allochtoon. Wauw, dat is voor mij gewoon het mooiste cadeautje wat ik kan hebben. Dat je in Suriname geen allochtoon bent? Dat ik geen allochtoon ben. Ja. Ik ben gewoon Roxanne Steenstra, klaar, punt. En de Surinaamse vrouw. Men zegt soms ook wel, nee, je bent een Surinet, oké. Maar je wordt dus eigenlijk, zo denken we hier niet. We denken niet in dat allochtoon zijn. Als je ook onderzoeken doet of dat je, als je naar bepaalde zaken kijkt, kijk je gewoon van hoeveel Surinamers zijn er, wat is de leeftijd, et cetera. Maar je kijkt dus niet van hoeveel Javanen, hoeveel Chinezen, dat doen we niet. Dus dat hokjes vraagstuk wat je in Nederland hebt, dat hebben we hier niet. Dus alleen daarvoor ben ik al blij dat ik hier woon. Maar ik ben regelmatig in Amsterdam. Dus ik heb eigenlijk gewoon twee huizen. Wat een luxe. Ja. Minister, u reist heel veel. Maar u heeft ook een andere carrière. U bent drummer. Dat klopt. Hoe vaak drumt u nog? Zeker, zodra ik er ben en kan, 2 keer per week. En dat respecteert iedereen. Ik heb mijn vaste routine op de vrijdag, dus vanavond ga ik dat weer doen. Ja, en dan gaat u drummen met vrienden? Of? Ja, ik heb vrienden waarmee we een hele leuke jamband hebben. En muziek, dat laat ik niet los. Op 8-jarige leeftijd ben ik ermee begonnen. Ik heb altijd gedaan, overal waar ik ben, is muziek een deel van mijn leven. Ja, dat durf ik zeker te geloven. En ik ga u iets laten horen. En dat moet u even voor ons meedrummen. Gaat dat lukken? Oké. Beetje volume. Zo. Ja, ja. Het is Vida. Dit is een van de meest favoriete en bekende nummers waar u ook een rol in heeft gehad als drummer. Dat klopt. Ik drum hier. Dit is mijn bandje toen geweest in Brazilië. Binashok bestaande uit wat Afrikaners, Brazilianen, ik als Surinamer onder hem. En dat is een hele leuke periode geweest, ja. Ja, ja. En hoe gaat die dan? En zit u wel eens aan tafel bij die buitenlandse ministers en dan begint u opeens te drummen? Helemaal, we waren zelf bezig om een soort bandje van de UNASUR ministers van buitenlandse zaken bijeen te halen. Want er waren ook muzikanten ertussen en... vrolijke periode geweest, dus we doen dat vaak, ja. Ja, dus misschien bent u wel de initiator van de buitenlandse zaken drumband. Zo goed zijn, Suriname. En met deze vrolijke noten sluiten we deze aflevering af. Dank voor het kijken en morgen is er weer een nieuwe aflevering. Dank. Ja.